komende tijd duik ik in de wereld van klimaatadaptatie. Ik ga van alles leren over onderwerpen als hittestress, droogte en wateroverlast. Maar wat is klimaatadaptatie eigenlijk? Weet u wat klimaatadaptatie is? Klimaatadaptatie, een volledige definitie kan ik niet geven. Ik weet wel van dat wij ons aanpassen aan het klimaat. Dat je aanpast aan de veranderde omstandigheden. Dingen gaat verzinnen, niet het klimaat, dingen gaat veranderen, maar je gedrag of zo, of je gaat aanpassen aan de verandering. Dat je gedrag gaat aanpassen aan het klimaat. Dat is adaptatie volgens mij. Doe je daar ook iets mee? Ja. Met het aanpassen? Ja. Wat dan? Nou, mijn rugtas zit vol met tassen, die hoef ik dan niet op de markt te halen. En als het koud wordt, doe ik het raam dicht. Ja. Dat is ook klimaatadaptatie. Ja. Heb je geen airco thuis? Nee. Nee. Gewoon de deur open. Ja, wij ook. Open. Met airco. Ja. Ik denk dat de binnenstad een mooi voorbeeld is. Ik bedoel, dit is prachtig, maar dit is een en al steen. Het is ook in de steden, zo in de binnenstad, veel warmer dan wanneer je aan de rand van de stad bent. Dus wat wij klagen of zien over de warmte, daar kunnen we zelf best wel ook nog wat aan doen. Ja, ik onderhoud mijn tuin, maar wel veel bloemen voor de bijen en zo in de tuin. Voor de vlinders. Dat werkt wel goed. En verder isolatie van het huis. Wat je nu ziet is dat er veel warmte is en hitte. Dat merk je ook wel deze dagen. Dan gaat het in één keer onweer en heel veel regenen. Een soort Amazone. En net als hier zo heb je ook gewoon... Ja, het is allemaal tegels. En je voert het af door het riool. Alleen het is natuurlijk een betere, duurzame manier om dat af te voeren via de natuur. Bent u daar op een of andere manier mee bezig? Ja, in de zin van zeer meer bewust van wat duurzaamheid is en wat dat van mij vergt of wat dat van ons vergt. We zijn een beetje uit het lood geslagen met de ramp die corona heet in vergelijking met de ramp die klimaatverandering heet. Daar kan ik af en toe wild over worden, maar dat doe ik niet altijd. Dan, als je heel wild wordt, krijg je ook weer te warm. En dan moet je airco weer aan. Precies. En zo. Dus dit soort dagen maken mij heel kalm. Heel kalm. Wil je nog meer van dit soort video's zien? Volg Klimaatadaptatie Groningen op social media.